Heel goedemorgen, welkom bij deze marktupdate van BNP Paribas Markets. Nieuwe records voor de SP 500 en NASDAQ, nu steeds meer ETS en funds, de weging voor Nvidia fors naar boven bijstellen. En waardoor de vraag naar het aandeel nog eens extra toeneemt. En met de steeds verder oplopende indices worden ook andere aandelen in het kielzog meegetrokken. Beleggers zullen ook steeds kritischer naar de passerende macrocijfers kijken, op zoek naar houvast op deze hoogtes. En Adobe, dat recent nog fors steeg naar de cijfers, krijgt een klacht van de FTC aan de broek, de Federal Trade Commission. Het bedrijf zou het opzeggen van abonnementen onnodig ingewikkeld en duur maken. En Apple laat weten te stoppen met het aanbieden van koop nu en betaal later in de VS. En ook in Azië hogere koersen met de Nikkei- en kospi index bij de 3 kwart procent beter. De Hangzhou sloot uiteindelijk wel onveranderd. Down Under hield de Reserve Bank of Australia de rente zoals verwacht onveranderd. En Berkshire Hathaway heeft daar belang in BYD, oftewel Build Your Dreams, verder afgebouwd en houdt nu nog 6,9% in de autobouwer aan. En de olieprijs zit opvallend weer in de lift, en zo staat de Brent-variant alweer boven de 84 dollar. De oorzaak is de aanhoudend lage productie van Chinese raffinaderijen in verband met onderhoud en de huidige lage marges. De futures in Amsterdam duiden ondertussen op een wat hogere opening. En Signify houdt, niet verrassend, een pleidooi om volledig over te stappen op LED-verlichting, om zo de uitstoot fors te verminderen. Inmiddels is 87% van de productie bij Signify gericht op de LED-markt. En Alve gaat voor het in Wallonië gevestigde busbedrijf TEC aan de slag en tekent een tweejarig contract met de optie op verlenging. Het zou gaan om enkele tientallen miljoenen. En morgenavond is er weer het halfjaarlijkse webinar van Visie en Tips met vaste panelleden Koen Bender, Jim Theopoering en Nico Bakker onder leiding van Janneke Willemsen. Inschrijven kan via de website van bmp op de agenda vandaag: ZTW economisch sentiment dat komt natuurlijk uit Duitsland, inflatiecijfers uit de eurozone, we hebben detailhandelsverkopen, industriële productie en bedrijfsvoorraden uit de VS. Morgen blijven de financiële markten in de VS gesloten in verband met June 10. Berenberg zet ING hoger koers tot 19, UBS zet ING op koop koers tot 18.30. JP Morgan zet ASML op kopen koersstoel 1100. Goldman zegt ook kopen tegen ASML met een koersstoel van 1185. En Deutsche Bank tenslotte zet Unilever op kopen met een koersstoel van 54,50 euro. En morgen is er wel gewoon een markets update van BNP Paribas.